Het Haaksbergerveen heeft de mooiste wandelroutes. Over de zandruggen met heide tot de dammen en vlonders dwars door het Hoogveen. Pak je liever de fiets? Een 20 kilometer lange route neemt je mee om en door het Haaksbergerveen. En als je geluk hebt, zijn er in het voorjaar zelfs flamingo's te zien. Ja, je hebt hier nog een afstandsbediening. Het water stroomde weg en het Hoogveen was een feit. Bij het vogelkijkscherm zijn de meest bijzondere vogels te spotten. Het uitzicht is prachtig. Water. Heel veel water. De veenvorming begint bij het veenpluis en het jawel. Waarom denk je dat we gaan naar buiten? Weet ik niet. Nu zijn al bijna 300 kindjes geboren. Ja. Jongetjes en meisjes. En daarom zitten er ook meerdere kleuren op. Henk, het is weer vandaag kroonschudden. Ja. En er is heel wat te schudden, geloof ik. Er valt genoeg te schudden, ja. Er zijn heel veel lammetjes geboren, dus ja. Meer dan vorig jaar? Ja, we hebben heel veel tweelingen dit jaar. Dus we hebben veel meer lammetjes dan gemiddeld dan vorig jaar. Klopt. Ja. Terwijl het seizoen eigenlijk verontrustend was. Ja, we hebben natuurlijk een behoorlijke droge periode gehad. En ja, je moet goed voer hebben, wat goed voor de vruchtbaarheid van de schaap belangrijk is. En ja, het was even spannend hoeveel lammetjes we zouden krijgen dit jaar, klopt. Maar het heeft goed uitgepakt, ondanks alles. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus veel tweelingen, maar ook in het algemeen gewoon meer lammeren. Ja, meer lammeren, ja. Ja. Dan zijn jullie er heel druk mee geweest. We zijn er heel druk mee, nog steeds. Dus, en gaat nog door? Dat gaat nog even een maandje door ongeveer, ja. Ja. Hoeveel verwachten jullie er nog dan? Nou, ik weet, denk, er moeten nog zo'n 60 schapen nog aflammeren ongeveer. Ja. Dus, ja. Dan hebben wij met onze kleindochter net even een kijkje genomen in het educatief centrum. Ja. En zij heeft die virtuele bril gebruikt. Oké. Wat is dat ontzettend leuk, hè? Ja, dat is mooi geworden, hè? Dus ja. Ze hebben drie filmpjes gemaakt met Horst erbij. Dus Horst zit daar aan de tafel even lekker soepje te eten. Eentje een vogelvlucht idee, zeg maar. Dus dat je van boven met de kudde mee vliegt, als het ware. En, ja, je kunt ook in 360 graden rondom kijken. Dat is ook hartstikke mooi. En ja, zo gaan ze mee met de kudde en... Ook vanuit de perspectief van de kudde hebben ze gefilmd. Dus als het adem met de schapen meeloopt, van dat filmpje hebben ze mooi gemaakt. En ja, het is heel leuk geworden. Ja. Nou ja, het hele centrum ziet er prachtig uit. Maar dit is wel echt een hele aanwinst. Dit is echt een hele mooie aanwinst, dat klopt, ja. Ja. Is ook deels betaald een leadersubsidie, tenminste wat de info betreft, de expositie en de inrichting van het educatief centrum. De bouw zelf is natuurlijk betaald uit de legaten van een erflating, ja. Dat klopt. Maar voor de inrichting hebben we een subsidie van Lieder kunnen krijgen. Ja, dat is ook gemeente Haaksbergen heeft daar ook een deel aan bijgedragen. Ja. Het is nu eigenlijk helemaal compleet. Het is nu helemaal compleet, ja. Ja. Dus, ik zal altijd nog wat wensen, maar goed, wat eigenlijk zou moeten komen gebouwd, wat we wilden bouwen, dat is gebouwd. En wat ook informatieve deel hebben we ook voor elkaar gekregen, dus dat is mooi. En de mensen kunnen vandaag natuurlijk weer, ja altijd eigenlijk, een lammetje. Een lammetje adopteren, ja. Ja. Zoals ieder jaar hebben we ook weer dit jaar heel veel lammetjes voor adoptie beschikbaar. Rolien, mijn vrouw, die maakt altijd foto's van de lammetjes. En die zetten we dan ook op onze website, www.schaapskuddehaagsbergen.nl. En daar kunnen mensen ook nog naartoe om te kijken wat voor lammetjes nog ter adoptie beschikbaar zijn. En hoe gaat dat met die adoptielammeren? Blijven die in de kudde? In principe blijven ze in de kudde. We laten altijd adopteren voor een jaar. En we moeten natuurlijk altijd doorsorteren voor jongen in de kudde. Dus ze kunnen niet tot eeuwig in de kudde blijven. Dat is ook logisch. Maar ja, als het de adoptieslammen betreft, die proberen wel zo lang mogelijk bij de kudde te houden. Ja. Leuk. Ja, die hebben al een voorkeurspositie. En hoe gaat het in het algemeen met de Schonebekerschapen? De Schonebekers gaan goed. We zijn daar voor 2 jaar geleden mee begonnen. En nou ja, dit jaar zijn we met de tweede geboortegolf bezig met Schonebeker. Ja, we hebben dus voor het behoud van historisch ras hebben we voor de Schonebeker gekozen.
En voor het stamboek inderdaad met name, zodat ook het ras behouden blijft. Voor een paar jaar geleden was het ongeveer een aantal jaren terug. 1000 tot 2000 schone bekers nog over in Nederland. Maar toen zijn ze begonnen met het behoud van het ras. En nu zijn er gelukkig weer genoeg kuddes aanwezig met schone bekers. Ja. Nou, dan wens ik je nog heel veel sterkte vandaag. Ja, dankjewel. En dat er maar veel geadopteerd mag worden. Ja, dat is leuk, zo mooi zijn. Zo weer voor steun aan de kudde. Ja, het komt allemaal weer te goed aan de schapen ook weer. Dus en daar gaat het om. Dankjewel. Oké, alsjeblieft.